kwam er eigenlijk op neer dat we zondag zouden vertrekken. Dat is niet gebeurd. Er was een technische fout met de automatische piloot. Dus dat was een wijze beslissing van de crew. Maar inmiddels is het 45 uur later. We zijn hier met z'n allen naar het vliegveld gekomen. We staan te wachten bij de gate. Om 1 uur zou ik vertrekken. Het is inmiddels kwart over 2. En we hebben 0 informatie. Transavia kan niet Dubai bereiken. Dubai Airport kan Transavia niet bereiken. Dus nu is het zover dat de passagiers met telefoonnummers moeten komen die we via de klantenservice krijgen. En dat we op die manier de gaten moeten dichten. Gekker kan het niet worden. Er zijn oude mensen. Oude mensen, mensen die kinderen, sowieso een baan moeten hebben. Iedereen moet gewoon naar huis. We hebben tekort op babyvoedsel. We hebben zelf nog niet eens eten gehad. Ja. Als we het hebben over eten, hebben ze het over McDonald's. Terwijl ze hier super lekkere curry's hebben. Whatever. Ja. En het ergste dat mijn dag 2 is zonder hartmedicatie. Ja. Ik had gisteren mijn laatste hartmedicatie in de ochtend ingenomen en mijn darmmedicatie. En zij zijn op de hoogte daarvan. En ze zeggen, ja, wel een lokale huisarts. Ja. Die gaan toch geen medicatie voorschrijven van een cardioloog. En ik had afgelopen maandag een controleafspraak bij de cardioloog in het Erasmus MC in Rotterdam. En daar kon ik ook niet naartoe. En nu gaan we wederom weer niet naar huis. Wanneer is het laatste moment dat je iemand van Transavia hier hebt gezien? Niemand. Zondag. De crew van het vliegtuig. Dat was de piloot zelf. Dus niet eens iemand van Transavia. Sterker nog, niemand hier heeft direct van Transavia iets te horen gekregen, behalve we weten het niet, maar we houden jullie op de hoogte. Dat is dus gewoon niet waar. Ja. Wat gaan we nu doen dan? Of wat gaan jullie doen? Wachten. We willen naar huis. Waar blijft Transavia? Dat is de vraag. Ik heb een ziek kind hier. 2 dagen geleden, 20 graden koorts. 20 graden koorts 2 dagen geleden. Ik ben helemaal vermoeid, kapot. Ja, wat moeten we doen?